mensen, top dat jullie weer kijken. Moet je kijken wat we hebben gebouwd. Een portaalkraan om de motor in de tank te hijsen. Maar dat was nog niet zomaar gebeurd. Hier is Joshua. Hoi. Ik weet niet of jullie het nog kennen, maar die heeft natuurlijk ook de zelfbouwtank naar de Zwarte Cross getransporteerd. Ja. En jij komt ons vandaag helpen, hè? Ja, we gaan vandaag de kraan even afbreken. Zo is het. En met een kraan. Dadelijk maar eens kijken. Kijk, als je nou een kraanbalk hebt leeggehaald. Ja, dan ben je in ieder geval veilig, hè? We hebben daar de begrenzers afgehaald. En de kabels zijn er allemaal af. Ja, nou gaan we dus de loopkat helemaal naar het uiteinde rijden. En dan pakken we met de kraan een strop eromheen. Dan tillen we hem net een beetje op dat hij eigenlijk los is van de rails. En dan kapt hem naar buiten en dan kunnen we laten zakken. En dan kan de takel er al uit. Naast een tankbouwpakket hebben we nou ook een kraanbouwpakket. Oké. Oh ja. Kunnen we die hier neerzetten gewoon, buiten? Ben je nou weer aan het kletsen? Laten we maar gewoon. Oké. Wij hebben een bezoeker. Ja. Dit is Niels. Ja. En ja, jij moet een minor doen voor school, toch? Klopt. Ik zou zeggen, daar ligt het. Succes! Ja, het moment van de waarheid, Niels. Ja, de beoordeling. Ja, precies. We hebben de tekeningen die Niels heeft gemaakt even op een USB'tje en we gaan hem hier openen. We gaan vandaag het eerste stuk plaatsen. Dirk heeft al het een en ander uitgemeten op de vloer. En dan kunnen we eigenlijk gaten gaan boren en profielen gaan zetten. Ja, dat is misschien wel interessant om even iets over te vertellen. Wij gebruiken tijdens het boren snijolie. Dat is natuurlijk belangrijk. Koelt gereedschap, smeert ook. Dus daardoor kun je en sneller boren en gaat ook je gereedschap langer mee. Nou is het bij dit type boren echt heel belangrijk dat je smeert, want anders is hij zo kapot. Maar ook gewoon bij kleinere boortjes en zo is het gewoon wel goed om smering te gebruiken. Dat gaat gewoon echt een stuk makkelijker en je hoeft niet elke keer je boren te slijpen. Dus dat! Je kunt overigens ook gewoon met gewone olie, net als de universele WD-40 of zo, kun je ook gewoon wel snijden. Dat werkt ook. Maar ja, dit is gewoon echt snaaiolie, zeg maar. Kijk, het staat er ook op. Boor- en snaaiolie. Dat is echt specifiek voor deze toepassing. Dus dat is wel beter dan gewoon standaard WD-40 of iets anders. Ligt hij dan, de ijsballen. Deze gaan we met blijtalig erop leggen en dan komt dat goed. Maar hij doet het, hè, de takel trouwens. Ja, ja, laat hem zien. Laat hem zien, hij doet het. De kraan die staat, hij doet het. De motor staat ook al klaar, want ja, die moet natuurlijk in de tank, hè. Daar was al dit werk eigenlijk voor. Dus ik zou zeggen, kijk zeker de volgende keer weer natuurlijk, want dan gaan we hiermee verder. Kijk ook even de werkplaatsvlog, want dan blijf je volledig op de hoogte. Zie je alles achter de schermen en dan kun je ook precies volgen hoe ver we ermee staan. Dus ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.